Ralf is bij ons de gast. Je kent hem natuurlijk als winnaar van het Junior Songfestival. Binnenkort ga je naar de grote finale. Hè? Wanneer is dat precies? 21 november wordt het live uitgezonden. En kun je nog slapen tot die tijd? Ben je heel zenuwachtig? Nou, ik heb er vooral zin in. Niet echt zenuwachtig. Nee, wat ga je tot die tijd doen? Niet anders dan anders. Gewoon, ik doe alles wat ik doe. Maar ook naar school? Ja, gewoon naar school. Maar tuurlijk. Is het nog een beetje te combineren als je zoveel moet zingen en dansen? Tuurlijk, ja. Ja? Ja. Ja? Ja? Ja. Doe je gewoon na school. Nou, gelukkig. Ja. Nou, dan hebben we dat opgelost. Nu wil ik meer weten over dat teppen. Het zijn om te beginnen speciale schoenen, hè? Zoals je ziet, ze hebben metaaltjes onder. Ja, laat het even goed zien. Ja, we zien het. Ja, metaaltjes. Die maken extra lawaai. Ja, die zorgen voor het geluid en... Vaak is een houten vloer ook heel fijn. Want die geeft ook natuurlijk veel herrie. Nou, ik kom even naast je staan. Ik heb gewoon de gympies aan. Maar hoe doe je dat tippen? Nou, ik kan je een hele standaard move leren. Standaard move? Ja, hele standaard. Okay. Ja? En wat je eigenlijk doet, je ontspant je voet helemaal. Je staat op één voet. Ontspannen, ja. En je strekt je voet uit en terwijl je dat doet, raakt je voet de grond. Doe het nog één keer? Ja, dat maakt bij mij natuurlijk niet zo lawaai. Ja, maar... nee. Ja, oké. Okay, ja? En dan trek je hem terug en dan raak je voet weer de grond. Ja, dat is wel een beetje heen en weer. Ja, ja. En dan ga je... Ja. Oh ja. Een soort paard. Een soort paard, ja. En dan? En dan kan je het ook op je linkervoet een keer proberen. En dan kan je proberen te wisselen. En dan doe je je hak ook nog mee. En dat doe ik 4 keer gewoon, zonder hak. En dat doe ik 4 keer met hak. Ja, dit ga ik niet eens naproberen te doen. Okay. Dit is voor jou waarschijnlijk heel makkelijk. Dit is echt wel een standaard ding wat je dan moet kennen. Nou, dan wil ik eigenlijk nog één keer gewoon zien hoe je dat op die muziek doet. Wil je dat doen voor mij? Ja, oké. Okay, ga ik weer lekker zitten. En dan tel jij weer af. Oké, okay, nou. Hier komt er 5, 6, 7, 8. Ja, oh, oké, nog een keer. Ja, daar is hij. Oh, daar. Dat vind ik zo mooi, die sprongetjes. Wauw. Top, man. Ja. Dankjewel. En heel veel succes straks in Kiev. Ja, dank je. Oké. Super.